Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snapert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spetter, pater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Spetter, pater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Goed uit, Alfred. In het land van twee heb ik voortdurend aan je gedacht. Je moet daar snel weer naartoe, hè? Ja, maar ik weet niet of... Oh, hallo, pa. Welkom thuis, Alfred. Ik heb erover nagedacht en ik heb besloten met je mee te gaan. Ah, dank je. Ik dacht wel dat je dat zou zeggen. Gaan jullie dan echt naar de maan? Ja, dat is de enige manier. We moeten wel. Er moeten honderden zieken gered worden. Het is misschien een beetje laat om te vragen... Maar kan je dit ding nou echt besturen, Alfred? Tuurlijk, ik kan het even goed als professor Paljas. Nou, ik zou je maar geloven. We gaan nu echt vertrekken, Winnie. Wees voorzichtig, Alfred. En doe de clown op de maan maar de hartelijke groeten van me als je hem tegenkomt. Ja, dat doe ik. Pas ook goed op jezelf, Henk. Ja hoor, en maak je geen zorgen over Alfred. Ik ben steeds bij hem. Nou, ik reken op je, Henk. Is dit ding in orde? Ja. Tuurlijk, tuurlijk, pa. Gaat nu alles automatisch? Ja, als er niets bijzonders gebeurt, zijn we over 2 dagen bij de maan. Het blijft me verbazen. Oh, zeg, pa. Wat is er? Had jij ooit gehoord van die clown op de maan? Ik wel, ja. Dus die clown op de maan bestaat echt? Twijfelde je daar dan aan? Eerlijk gezegd wel. Ik zei alleen dat ik er wel eens van gehoord had. Ik zei niet dat die clown echt bestaat. Die waarzegger in het land van twee zei dat hij zeker wist dat hij echt bestond, pa. We moeten dus maar wat vertrouwen in hem hebben. We moeten die clown hoe dan ook vinden. De maan is ook wel erg groot. Dat is wat ik ook net dacht. Wie weet hoe lang het op deze manier gaat duren voor we de clown vinden. We doen het kalm aan, Alfred.
Maar we moeten die zieke mensen redden. We moeten hem zo snel mogelijk vinden, want alleen die viool van hem kan de zieke beter maken. Laten we nu toch maar gaan slapen en morgen verder zoeken. Op deze manier duurt het zo lang. Professor Paljas heeft misschien al lang een medicijn gevonden voor wij de clown vinden. Zeer goed, en nu stoppen. Wij gaan het virus nu met STW-stralen proberen te vernietigen. STW-stralen klaar. STW-stralen klaar. Computer ook klaar. STW aan. Bestraling uitgevoerd. Oh, dat ging prima. Prima. Ja. Bravo, bravo. Ga uw gang, professor. Is het virus echt weg? Hebben we de mozons vernietigd, professor? Professor. Professor. Wat is dit toch? Waar ben je, clown? Clown op de maan, waar ben je? Clown met de magische viool, waar ben je? Geef ons alsjeblieft antwoord. We gaan terug naar de aarde als we hem morgen weer niet vinden, pa. Nee, dat is... Het is snel, we moeten nog aan de andere kant zoeken. Er woont niemand hier op de maan, pa. Hey, stop eens, Alfred. Wat is er, pa? Hoor jij dat ook? Huh? Wat dan? Het geluid van een viool. Wat? Ik kan het niet echt goed horen. Het klinkt alsof er iets mis mee is. Nee, wacht, ja, ik hoor het weer. Ja, dat is absoluut een viool. Ja, pa, dat is een viool. Die kant op. En opschieten, maar. Ik weet het. Oh, kijk daar. Dus toch. Welkom, welkom op de maan, jullie twee. Jullie waren geland aan de verkeerde kant van de maan. Ik woon aan de andere kant. We hebben heel lang naar u gezocht. Ik ben al erg oud, zoals je kunt zien, en ik ben niet meer zo snel als ik vroeger was. Ik had niet snel genoeg in de gaten dat jullie er ineens waren. Sorry, het spijt me echt. Oh, dat geeft niet, hoor. Ik heb gehoord dat u 3 keer verschenen bent in een droom van een waarzegger. De waarzegger in het land van 2. 3 keer? Ik heb het zeker 5 keer gedaan. 2 keer niet goed, dus. Ik word te oud voor dat soort dingen. En in zijn droom hebt u die waarzegger verteld dat uw magische viool het mozonsvirus kan uitroeien, nietwaar? Klopt dat allemaal? Ja, natuurlijk. Ik kan je wel vertellen waar die mozons vandaan komen. Ze vinden niets leuker dan zwakke mensen aan te vallen. Ik zag toevallig een heel leger van die mozons hier voorbij komen, op weg naar jullie planeet, om daar onheil aan te richten. En ik wilde jullie helpen. Picobello, dus u komt met ons mee naar de aarde? Dat gaat niet. Daar ben ik al veel te oud voor. Huh? Maar ik geef jullie mijn viool mee. Als je die hebt, heb je mij niet nodig. Maar wij kunnen geen van tweeën viool spelen. Maak je maar geen zorgen, ik zal het je leren. Wie van jullie tweeën gaat het doen? Nou, hij natuurlijk. Hé, Alfred? Ik weet niet of ik dat wel kan. Maak je maar geen zorgen. Het is echt niet nodig dat je een eerste klas vioolspeler wordt of zo. Luister maar.
speelt deze melodie en zegt in gedachten verdwijn. Dan verdwijn je onmiddellijk. Ik kan het nauwelijks geloven. Och, kom nou, het is heel simpel. Kijk maar naar mij. Hé! Hey! Ja, ik geloof u nu. Ik geloof dat het kan. Dus komt u alstublieft terug. Zie je hoe goed dat gaat? Ja. En op dezelfde manier kan je de mozons laten verdwijnen met de volgende melodie. Als de mozons dit horen, zullen ze voorgoed verdwijnen. En absoluut nooit meer terugkomen. Piccobello! En deze magische viool kan nog veel meer waar je iets aan kan hebben. Maar het belangrijkste is dat je de melodieën goed onthoudt. Ik zal ze van buiten gaan leren. Het gaat al een stuk beter, Alfred. Maar het is nog lang niet goed genoeg, pa. Dat is de melodie waarmee je kunt verdwijnen, hè? Waarom probeer je het niet? Dus waarom zeg je niet eens verdwijnen je gedachten? Goed, ik zal het eens proberen. Verdwijn, verdwijn. Hè? Je moet nog erg veel oefenen. Heel hard oefenen totdat we op aarde zijn. Ja? Dus u hebt alleen maar mislukkingen gehad, professor? Dat virus is echt onuitroeibaar. Helemaal niets werkt, Alfred. Oh. Dus deze viool is onze laatste kans. Ik zou echt niets anders meer weten. Laten we dan maar gaan kijken of die viool zo goed werkt als die clown beweert. Ja, in die laboratorium hebben we nog een kleine hoeveelheid van het mozonsvirus om proeven mee te nemen. En ik heb de viool. Ja. Het mozonsvirus zit nu hier in dit testje, in dit buisje dat voor ons staat. Wil jij nog een keer kijken, ja? Nee, dank u. Ik heb ze al een keer gezien en dat was genoeg. Dus laat u maar, professor. Goed, zullen wij dan nu gaan beginnen? Ja. Waarom klim je hier niet op? Dan kunnen de mozons het zeker goed horen, ja? Ja. Zeer goed. Begin maar. Ze gaan weg, de mozen gaan echt weg. Ik zie helemaal geen mozons meer. Ze zijn volledig uitgeroeid. Dan ga ik nu naar alle ziekenhuizen in het land van twee om daar viool te spelen, professor. Ja, dat klinkt als een heel goed idee, Alfred. Maar ik denk dat we eerst even heel iets anders moeten gaan doen. Hoe bedoelt u dat, professor? Alle dieren die de mozonsziekte hebben wachten op ons. Dan kunnen we niet eerst even iets anders gaan doen. Ik denk dat we de ziekte van dit land ook moeten genezen. De ziekte van dit land? Ja, precies. De mozonziekte wordt veroorzaakt door ongelijkheid tussen het noorden en het zuiden. Die mozonziekte verspreidt zich zo snel door dit land omdat het zuiden zoveel armer is dan het noorden. Die ongelijkheid moet verdwijnen, anders zal er altijd een voedingsbodem blijven waarin het mozonsvirus zich weer kan verspreiden. Ja, dat begrijp ik, maar wat kunnen we daar nou aan doen, professor? Wel, Alfred, wij gaan naar die koning en de 12 wijzen. Naar de koning? De 12 wijzen? Jawohl, wij laten ze beloven aan deze ongelijkheid een einde te maken.
Ik denk dat het beter is als wij ervoor zorgen dat ze dat beloven voordat jij op die viool gaat spelen. Wat vind je daarvan, plannetje? U hebt gelijk. Laten we dat eerst doen. Zouden we wel bij de koning kunnen komen? Dat moet absoluut, Henk. Hoe dan ook. Ik heb contact gehad met Jordan, die voor onze ambassade werkt. Hij regelt dat wel, ja? Niet verder. Burgers mogen er niet in. Maar er is iets belangrijks dat we met de koning moeten bespreken. Kom zeg, zo makkelijk krijg je de koning toch niet te spreken? Dat weet je best. We willen de 12 wijzen ook spreken. Je bent niet goed, Snik. Niemand kan zomaar naar binnen lopen bij de 12 wijzen. Nu dus wel. Dit land staat op de rand van de afgrond. Hoor dat nou? Zo'n vioolspelletje komt het land redden van de afgrond. Wat een gillen! Ik ga toch naar binnen. Weg hier, jongen. Yeah. Yeah. Onverschämt. Alfred! Onverschämt. Alles in orde? Ik kan niets anders zeggen. Ja, ja, het gaat wel, pa. Wat gemeen, zeg. Hé, hey, wegwezen! Jullie! Weg hier! Ik kan die zieke niet langer laten wachten. Hé, hey, Alfred, kom terug. Dat is gevaarlijk. Jullie wachten hier tot ik terugkom. Goed, dan ga ik wel alleen naar Zijne Majesteit. Hey. Verdwijn, verdwijn. Hey, zeg jij dat ook? Weet niet. Hoe bedoel je, ik weet het niet? Jij zag het net toch ook? Ik zag iets en ik zag iets niet. Ja, die viool kan niet alleen de mozons uitroeien en je laten verdwijnen. Hij kan ook nog iets heel anders, professor. Ja? Voilà. Wat zit dat verschrikkelijk in de knoop, zeg? Ik vraag me af hoe het toch zo in de war gekomen is. Ongelooflijk in de war, ongelooflijk. Kan dat nou echt vanzelf zo gegaan zijn? Ik kan het bijna niet geloven. Ja, de eigenaar van deze baard zegt dat het vanzelf gegaan is, dus dat zullen jullie moeten geloven. Ja, het is absoluut vanzelf in de war geraakt. Kom zeg, ga daar nou niet zitten babbelen. Zorg alleen maar dat het zo snel mogelijk weer uit de war is. Nog een paar minuutjes geduld, alstublieft, majesteit. De 12 wijzen zijn ermee bezig en ze doen het heel voorzichtig en toch ook zo snel mogelijk. Dus, alstublieft nog wat geduld. Au, 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 au. Het duurt niet lang meer, majesteit, echt niet. Au, 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 au. Bijna, majesteit. We zijn er, majesteit. We zijn er, majesteit. Even geduld, majesteit. Au, 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 alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft. Majesteit, majesteit. Stoppen, mijn besluit staat vast. We laten het zo. Er mag niemand meer aan mijn baard komen. Hé, jij. Ben jij van plan daar nog lang te blijven? Sorry, majesteit. Maar de haren van uw paard zitten vast rond mijn nek. Au, 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 au. Dat doet pijn. Laat iemand me... Laat iemand me een schaar brengen. Wat een schaar? Wat gaat die schaar dan afknippen? Nou, Ik kan me nog voorstellen dat die schaar jouw hoofd gaat afknippen. Maar zeker geen stuk van mijn baard. Ik begrijp het, majesteit. Zit stil. Au, au, niet bewegen, niet bewegen. Majesteit. Ja, ik weet het, maar ik stik haast in die paard. Au, 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 au. Stilte. Oh. Majesteit. Ik zal uw baard uit de war halen zonder dat u er ook maar iets van voelt. En wie ben jij dan wel? Mijn naam is Alfred Jodocus Kwak. En ik zal u nu meteen helpen, majesteit. Een ogenblikje. Oh. Dit is een wonder. Oh.
Dit is echt een wonder. Maar hoe ben jij eigenlijk hier binnengekomen? Zeg maar, dat is... Oh, dat is een heel verhaal, majesteit. En ik kan nu alleen vertellen dat ik haast had om u te zien en de 12 wijzen. Want ik kan de dodelijke Mosonziekte genezen. De Mosonziekte? Gelooft u me alstublieft, majesteit. Deze viool is een magische viool. U zag net hoe deze viool uw baard heel gemakkelijk uit de war haalde. Of niet soms? Dat wel, ja. Maar het is tot nog toe helemaal niemand gelukt om die ziekte te genezen. Zelfs die beroemde professor Paljas uit Groot Waterland niet. Ik kan het echt. Professor Paljas gelooft het ook, majesteit. Gelooft hij dat ook? Jazeker, hij staat nu hier buiten voor het paleis. Wilt u hem alstublieft binnenlaten? Wat kan ik je geven? Als je echt de Mosonziekte kunt genezen, kan je alles krijgen wat je hebben wilt. Er is slechts één ding dat ik hebben wil, majesteit. En wat is dat? Als ik echt die afschuwelijke ziekte kan verdrijven uit dit land, wil ik dat u de helft van de voorraden van het noorden naar het zuiden stuurt. Maar waarom? Ik wil dat u een einde maakt aan de ongelijkheid die er de oorzaak van is dat deze ziekte zich verspreid heeft over het hele land. Nou, dat zou goed zijn. U moet dus kiezen, majesteit. Of u helpt het zuiden, of u laat de Mosonziekte het hele land ruïneren. Wat is uw antwoord? Welke keuze gaat u maken? Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Ik was wel vaak heel vrolijk, heel vrolijk, heel vrolijk. Maar zo behoorlijk vrolijk was ik nog toen nooit. Soms is hij ongelukkig, ontzettend ongelukkig.